Uw koffiepunten die u toch niet gebruikt, insturen voor het goede doel. Deze inzamelingsactie is opgezet door de vrijwilligersclub Lions. De punten worden ingezameld en omgeruild voor pakken koffie en deze gaan allemaal naar de voedselbank. Het idee had ik al jarenlang om een bureau liggen, op een klein stickertje op mijn computer, van daar moet ik ooit wat mee doen. Want mijn moeder had ze liggen, mijn tante had ze liggen, mijn vrouw had ze liggen, mijn oma had ze liggen en die lagen maar in de la. Toen dacht ik, daar moeten we een keer wat goeds mee doen. Toen kwam ik erachter dat we er ook koffie voor konden krijgen. Toen hebben we een goede deal gemaakt met de bekende koffiefabrikant. En zo zijn we gaan inzamelen. Vorig jaar in eerste instantie met in ons eigen kringetje in Voorburg. Maar het is zo goed gegaan dat wij gezegd hebben, wij gaan dat komend jaar doen in heel het land. Dus ook voor Dordrecht en omgeving. De koffieketen werkt zelf ook mee aan deze landelijke actie. De deal is zo dat Douwe Egberts de punten van ons gaat innemen. De inzameling verhoogt met 15% en zorgt voor de hele distributie door heel Nederland van de pakken koffie naar alle voedselbanken. In Dordrecht zijn mensen massaal koffiepunten gaan opsturen. Dit komt allemaal terug in hun eigen gemeente. Nou, het is zo dat alle punten die per gemeente worden ingezameld ook in die gemeente terechtkomen voor de voedselbank. En wij brengen dat gezamenlijk naar één adres en daar komt Douwe Egberts het ophalen. En die vervolgens gaat het distribueren in de vorm van koffie naar de bewuste voedselbanken in de gemeentes. Tot 31 december kunnen mensen koffiepunten insturen. In Dordrecht kunt ze afleveren bij de Primera in het centrum.